Sova. Hey! Deze band staan er al. Welkom. De band bestaat uit Wessel, Roel en Wout, maar ze hebben een gastrapper vandaag, Jimmy. En Jimmy die heb ik eigenlijk horen rappen vandaag. Ik dacht gewoon, dit is de korte versie van Lange Frans. Echt waar. Ik ga er echt niet op in. Echt waar. Sorry mensen. Hij kan heel goed rappen. Hij kan heel goed Nederlands. Het is een leuke mix van Nederlands met Engels. Wat ook gezongen door... Jamie, wat Jane? Ja, ja oké. Okay. En zijn de band zich mag geïnspireerd door niemand. Ze zijn natuurlijk origineel. Het nummer zelf, Poeps in de Wereld, zo heet het nummer. Het gaat over Mubarak en alle andere griezels, zoals je op tv ziet. En daar gaan ze natuurlijk een beetje over zingen, ook over rappen. En dat, daar gaan we nu even naar luisteren. Geef hem een applaus. Moments van Sova. Straten in de gingen zijn weer rustig in het moment. Jouw en vrije spreken, dat zij ze daar niet gewend. Want er was een man die roepen eten gooide. Mubarak was degene die maar met geld strooide. Paleizen overal in de wereld aan het geven. Het was het geld van de bevolking die hij besteedde. Mensen die gezin nauwelijks konden laten eten. Mubarak vond alleen het zwembad niet de juiste breedte. Dus gooide hij het op, maar wat toch eens tegenaan. Het was niets, hij had nog een jaar bestaan. Afgetrokken van de mensen die niet konden spreken. Gelukkig hebben ze zich uiteindelijk verreden. Tegen een man, die was echt niet prijs. Want deze man heeft miljoenen weggestuurd. Ja, hij was een man, die zat in de mooiste steden. Egypte gaat nu verder, middelvinger uit het verleden. Wat nu nog gebeuren moet voor een jaar het geld nog even terugstorten. Laat ze hem toch stoppen voor wat hij heeft gedaan. Heeft het dan tegen hem een kapot gemaakt. Maar zo gebeurt het niet meer hadden, helaas toch ook. Schuldgevoel, hoop maar, het volk is zo broken. Zolang de leiders maar geld hebben kunnen steden. Kan u die arme volk überhaupt wel iets schelen. Nog steeds duizenden die sterven elke dag. Dat zou dus niet gebeuren als het aan mij lag. Dingen gebeuren toch, maar hoe kan dit? Vraag me echt af of zo'n leider nou meer zit. Kom, die mensen hadden aan hun eigen belang. De vraag is nu, wat kan en voor hoe lang? Wat ze afstoppen, dat is ook nog iets aparts. Als je dat zo weer hebt, dan leeg je op je dag. In their pride.
Twee dames.